Morgen. Is het nog morgen? Weet ik eigenlijk niet. Jawel, ja, toch? Ja, denk ik wel. Wij zijn ons bed uitgerold en ik heb even snel outfitje aangetrokken. Oh, het lijkt super zonnig. En we gaan even naar de supermarkt. Er zijn hier echt twee katten aan het zeiken om eten. Ja, jullie hebben gewoon minder dan 12 uur geleden nog gehad. Ja, ja. En we gaan even naar de supermarkt om wat te eten te halen, want er is echt niks meer in huis. En ik moet om 5 uur werken en jou nu pas om 9 uur. Dus verder is het wel vrij rustig zaterdagochtendje. Hallo? Ik weet niet waar jij komt. Oh, daar. Hallo. Hi. Boodschapjes. We hebben voor morgen een afbakbroodje, een breekbroodje. En nu hebben we deze megabollen met oude kaassalade en filet. Want we hebben nog... Ook nog Twentse boerenkip en mozzarella. Red Bull, want het is weekend, dus het mag. En voor vanavond hebben we burgers, want in de vriezer ligt nog een Bourgondische maaltijd. Heet het zo? Wow, we hebben echt heel veel beleg nog. Ja. Oh, nou ja. Ik vind deze trouwens minder. Ik vind die oranje lekkerder. Tomaatbasilicum. Tomaatbasilicum. Hey, hallo. Hij bijt gewoon in ons brood. Ga jij eens van tafel. Goed zo. Door de bocht. Wat zei jij? Vliegen door de bocht. Ik ben nog steeds... Oh, ik ben nog steeds coach make-up los. Nee, maar maakt niet uit. Boeie, we gaan maar naar de sportschool. We gaan naar Fit for Free. Fit for Free. En vandaag is tricep en... Nee, oh, bicep. Oh nee, bicep en... Sorry. Bicep en... En buik. Buik? Voor jou. Oh, jij hebt al wel weken geen buik getraind. Ik heb denk ik ook wel 6 weken geen buik. Misschien wel 8. Afzien. Hashtag afzien. Hashtag afzien. We zijn weer terug van de sporten en we hebben even lekker gedoucht. En we gaan nu iets doen wat we denk ik al 3 weken uitstellen. We hebben alle kleren op één hoop gelegd, behalve wat aan het rek hangt. Dat mag blijven hangen. En dan gaan we alles opvouwen. We hebben ook de la helemaal leeg gemaakt. Want we waren alles kwijt. En het is een rambam van kleren, mannen, vrouwen, alles door elkaar. Handdoeken. Handdoeken, sportkleren, zwemkleren, truien. Ik ga ook meteen gewoon een beetje uitzoeken wat ik nog wel niet ga. Ik geef ons 45 minuten. 45 minuten? Oh, kunst. Oh, try to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up. And baby, I've been moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. To admit that I was wrong, and I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and lie.
Alles is opgevouwen. Nou is het alleen de vraag waar we het laten. Deze gaan we allemaal weg doen. Het gaat wel weg, maar verlaat je niet. We hebben de foto's nog. We hebben de foto's nog. Nee, beter. Oh joh, lekker in een geparfumeerde lavendelzak. Dan ruiken ze straks naar bloemetjes. Dit gaat trouwens niet gewoon naar de vuilnisbor, maar we hebben bij de kerk altijd een inzameling en daar één keer... Jammer joh. Eén keer in het kwartaal hebben ze een inzameling, dus daar breng ik het dan altijd heen. Wie heeft voor me gekookt en zit het vervolgens op te eten? Niet, een stukje. Klein stukje. Ik ben weer terug van het werken en het is best laat. Het is, even kijken hoor, 3:08. Het zijn bijna puptijden. Nou is Jarno nog niet thuis en ook nog niet online geweest. En die is gewoon bij de pub aan het werk uiteraard, dus het valt me mee. Ja, op zaterdag is bij de pub sowieso wel 4:30 voordat je thuis bent, dus wat dat betreft is het toch nog 2 uur eerder. Hi. En dit schijnt normaal te zijn voor een vrijdag. Nou hebben we ook nog echt wel 1/2 uurtje gezeten, gewoon gezellig met z'n allen. Maar ik heb genoten vandaag. Ik heb zo'n onwijs leuke avond gehad. Ik heb voor het eerst gewoon een avond gehad waarin ik weer... voelde wat ik bij de pub ook voelde, weet je wel. Dat gewoon alles super goed gaat. Alles loopt op rolletjes. En ik kreeg heel lieve compliment. Hij zegt, het is echt bizar druk. En ik wilde je een compliment geven, want alles loopt op rolletjes. En je doet het echt super goed. En dan wilde ik toch zeggen. Nou, toen heb ik volgens mij echt 1/2 uur van oor tot oor gestraald gewoon. Die bevestiging heb ik sinds ik bij Moeke werk nog niet gehad. En die had ik toch ook wel nodig. Ja, het is pas 2 weken, maar... ik wil het gewoon heel graag goed doen, dus dat vond ik heel fijn. Ik heb ook echt veel fooi gehad vandaag. Dat ik dacht, oh, dit is echt bevestiging dat ik het kan, weet je wel. Dat ik nu alles snap en dat alles gewoon zonder hulp goed gaat. Dus daar ben ik heel blij mee. Het was echt een hele fijne avond. Maar ik ben wel moe en ik moet de vlog nog doen, dus dat is een beetje jammer. Ik had nog trek, dus ik heb nog eventjes een komkommer... ja, geraspt noem ik het maar even. Nee, dit is niet het goede woord, maar geschaafd of zo. Met slasaus. En ik kijk ondertussen uiteraard Supergirl. Want de vlog wil allemaal nog niet zo lukken. Ik kan de bestanden niet importeren, want hij leest dit kaartje niet. Ik heb een ander kaartje gebruikt en dat leest hij niet. Dus dat is een beetje lastig, maar we komen er wel uit. Bedankt voor het kijken en wel trusten.